De fiets is af. De fiets is af. Ik krijg net een appje van Robert. Robert is de eigenaar van Santos en die zegt het volgende. Even kijken of je dat kan zien zo. Daar staat gewoon, hij staat klaar. En dat betekent dat mijn fiets af is. En dat is echt super vet. Ik ga er nu heen. Ik ben nog een laatste keer bij de fietsbouwer Santos. En de fiets krijgt nog een laatste check-up. Yes, hij is er. All checked, alle bout en moeder zitten weer vast. Thanks. Wens ik je veel succes. Dankjewel. Ja, dat gaat wel lukken. Zeker, mooie reis. Zeker met deze mooie jongen. Ik ga mijn spullen laten zien. Tenminste, ik wil een foto maken van alle spullen die ik meeneem op mijn reis. Goed, we gaan eens kijken of we erboven kunnen hangen en of we van dit geheel een foto kunnen maken. De elektronica hoek natuurlijk. Super fijn, een wereldstekker waar ook twee USB poorten uitkomen. En dat is heel erg chill met maar één stekker doos. Harde schijf, eentje van 1 terabyte is dit. En je kan hier kennelijk met een auto overheen rijden. Super fijn ding. Hele dikke en fijne donse slaapzak. En mijn tent natuurlijk. Dit is de lakenzak, hoofdkussen, hoofdlampje, matje, een soort van noodfluit voor als het echt misgaat, stoeltje, rugzak, handschoenen, regenkleding, helm, waterdichte sokken, ja die bestaan, een fel oranje zwembroekje, gewone korte broek, gewone t-shirts. Maar wel bijzonder, want die zijn ook van Merino Wol. En Merino Wol kan je dus zo'n 3 weken aan zonder dat het echt heel hard gaat stinken. En mijn keuken heeft een aantal dingen die belangrijk zijn. Ik heb een brandertje. De plek waar de brandstof vandaan komt. Een inklapbare pan, een inklapbaar bord. Wat bestek en niet te vergeten de waterfilter waar ik water mee kan filteren. En hij zuivert alles tot aan virussen. Alle spullen voor komend jaar. En degene die continu al heel hinderlijk geluid levert, maar wat wel echt een te gek ding is. En die maakt dus dit beeld, hè, op dit moment. Dat is gewoon cool. Maar dit gaat er ongeveer allemaal mee. Volgens mij heb ik een paar dingen nog in huis liggen. Maar een aardig overzicht zo, vrij letterlijk. Het is the day of departure. En straks verwacht ik nog wel vrienden en familie die uitkomen zijn. Ja, nee, ik vind het wederom echt heel bijzonder.